hebben een heleboel kinderen aan tafel gekregen en de leidster is Roos. Ja. Roos Stoter, welkom in ons programma. En jij doet Villa Voice. Moet ik deze hanteren? Ja, ja, doe maar. Ja, anders horen ze. Jij doet Villa Voice. Ja. Kan je een beetje uitleggen voor de kijkers en de luisteraars wat je dan precies doet? Ja, ik vind het ook wel leuk als de kinderen zo meteen kunnen vertellen ja, natuurlijk. Wat ze doen. Maar ik zal het vast kort vertellen. Villa Voice is zingen voor kinderen vanaf 8 tot en met 12 jaar. En we zingen hippe liedjes van Zang Express, van Kind of Kinderen, van de top 40. En we treden daar regelmatig mee op, hè jongens? Ja. Ja. Ja, en waar treden jullie op? Nou, ja. Zal overal? Ik dat aan een van ja, de kinderen vragen? Maar aan de... Ja, De Kroephoekfabriek en de Stadsgehoorzaal en K40. Zo, dus heel veel Vlaardingen heeft het al gehoord. Ja. En in Schiedam ook af en toe? In Schiedam... Ja, misschien is er iemand uit Schiedam. Ja, alleen hier, hè. Ja. Winterland. Ja, dit is ons eerste... Dit is ons Schiedam-debuut, hè, jongens. Ja. En heb je nou al je kinderen bij je of zijn er nog meer? Nou, niet meer. Er zijn nog veel meer kinderen. Nee. Er zijn nog veel meer kinderen. En hoeveel zijn er nog meer? Weet ik niet. Misschien kunnen jullie elkaar even 20. Voorstellen wie jullie allemaal zijn. Dan weet iedereen... Ik ben Nina. Ik ben Evi. Ik ben Evelien. Ik ben Terra. Ik ben Lisanne. Ik ben Emma. En dan hebben we er daar nog twee. Ik ben Berend. Ik ben Stan. En jullie vinden het allemaal zeker hartstikke leuk. En hoeveel keer gaan jullie oefenen in de week? Meestal één keer. Meestal, ja, eigenlijk één keer op de donderdagen meestal. En dan hoe lang? Ongeveer een uur, twee uur? Ja, we beginnen dan 4 uur en dan eindigen om 5 uur. Ja. En jullie doen het alleen in Vlaardingen of ook in Schiedam? Want ik heb begrepen dat jullie in Vlaardingen en in Schiedam wat doen. Nou, bij in Vlaardingen doen we de kinderen uit Vlaardingen, want we hebben twee groepen. Kinderen uit Vlaardingen gaan bij K40 en in Schiedam, dat weet ik niet. Nou, in Schiedam gaan we in de Groene Laan. Daar gaan we dan, daar is dan onze... oefenruimte. Ja, oefenruimte. En in Schiedam gaan we ook op de vrijdag in plaats van op de donderdag. Ja, want je kan natuurlijk niet... Roos kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Ja. En even kijken, jullie gaan nu twee kerstliedjes zingen, heb ik begrepen. Maar verder, het repertoire bestaat natuurlijk uit top 40 en zo. Maar K3 is voor jullie al voorbij. Station voorbij. Ja, daar zijn we wel te groot voor, toch? Ja. Ja. Goed, nee, want het is momenteel heel populair. Er komt weer nieuwe muziek uit, dus ja. Maar ik denk, nou, gezien jullie leeftijd, denk ik dat dat al niet meer geldt. Nee. We hebben nog heel veel andere liedjes. Misschien kunnen de kinderen achter mij nog iets vertellen welke we nog meer zingen. Ja, misschien wel, ja. Dat is heel goed. Mogen ze hun lievelingslied anders vertellen? Ja, tuurlijk. Je lievelingslied gewoon, of wat van Villa Voice? Wat jij wil? Van Frozen zullen wij een snoep maken. Ja. En jij? Ja, ik vind eigenlijk alle liedjes wel leuk die we zingen. Je vindt het allemaal leuk? Ik vind elke dag kerst heel leuk. Ik vind Laat los van Frozen ook leuk. Ja, dat is ook hartstikke mooi. Nou ja, misschien kunnen we wel gaan zingen. Maar nog één vraagje. Als er nou toevallig nu mensen luisteren, kinderen zijn die ook graag willen zingen, kunnen ze bij jou nog terecht? Ja, dat kan zeker. We hebben eigenlijk nu net ons eindoptreden gehad in Kade 40 in Vlaardingen. Ja, waar alle ouders, opa's en oma's, zelfs juffen inderdaad, Westhavenkade, waren hè. Stan, jouw juffen waren er. Dus we hebben net deze periode afgesloten en dan gaan we lekker met vakantie na vandaag. En dan in januari gaan we weer opnieuw beginnen. Week 2 van januari is dat. Ja. En dan inderdaad weer op de donderdag en de vrijdag. Dan kunnen nieuwe cursisten zich weer aanmelden. En hoe kunnen ze dat doen? Want dat is misschien wel handig, want je kan wel naar de Westhavenkade 40 lopen. Maar het is misschien handig om te weten of je van tevoren even... Ja, het is handig, want voor kinderen uit Schiedam heb je niet zoveel om naar Kade 40 te lopen. Je kunt het beste mailen naar mij. Dat is roos_sloter. Sloter. Ja. @hotmail.com. Het staat ook op de site van Pop-Up TV. Staat mijn e-mailadres ook vermeld in de aankondiging voor dit interview. Ja. En verder, ze kunnen ook even zoeken op Facebook, Villa Voice. Ja, nou, dat is heel mooi. Ja. Dat zal ik zeker straks eens even doen. En dan zet ik er nog even een foto bij. Ja, dat is leuk. Ja. Nou, dan gaan misschien dat jullie nu... Zijn jullie er klaar voor, jongens? Gaan we... Ja?
Dan gaan de kinderen even verhuizen naar een stukje andere plaats in de studio. En dan gaan ze klaarstaan en dan gaan ze twee liedjes zingen. Het eerste is, Roos? Elke dag kerst. Elke dag kerst. Gaan we als eerste van Zang Express. En we krijgen nog een nummer van Villa Voice. Bijna kerstfeest is het.